Omdat het huis van meneer Brands in Geurle in Noord-Brabant het moderne verkeer in de weg staat, heeft de bewoner zich ergens anders moeten vestigen. Zijn verhuizing was een bezienswaardig schouwspel. Volgens een even oud Brabants gebruik werd dat karwei opgeknapt door de buren, die daarvoor met 9 boerenkarren waren aangerukt. Beroepsverhuizers leiden in Noord-Brabant dan ook een kwijnend bestaan. Meneer Brands is met zijn inboedel naar Hilvarenbeek getrokken, dat een kilometer of wat verderop ligt. Hij maakte die reis met zijn vrouw in het eerste rijtuig, zoals de traditie dat voorschrijft. Daarachter volgden dan de buren met de voornamelijk uit schapen bestaande veestapel. Deze boerenverhuizingen hebben nog een ander aspect dat vooral voor de onbezoldigde verhuizers aantrekkelijk is. Bij ieder café wordt uitgerust voor een kleine hartversterking. Alles wat met de verhuizing te maken heeft is dan hartelijk welkom. De kosten van de verversingen komen uiteraard voor rekening van de man die verhuist. Helemaal voor niets komt hij dus niet over. Dit verhuizen in etappes heeft het voordeel dat niemand al te moe wordt. Er gaat een groot deel van de dag mee heen. Bij het transport waarvan wij getuigen waren, was de afstand tussen de eerste pleisterplaats en de tweede gelukkig niet al te groot. Ook hier werd het verhuisleger overvloedig gelaafd. De schapen begonnen de smaak ook al te pakken te krijgen. Een half uur later reden de karretjes weer op de zandweg en lei een enkele voerman al te rusten. Toen men tenslotte Hilvarenbeek bereikte, was iedereen in een geladen stemming. Voor de amateurs die op deze dag heel wat verzet hadden, was het karwei ten einde. En dat was maar goed ook. Want stel je voor dat meneer Brands helemaal naar Amsterdam was verhuisd,